Anderlecht laat zich verrassen op White Star. Dat is de grootste verrassing in deze Lotto Super League Rewind. Op de voorlaatste speeldag voor de start van de play-offs kregen we een Brusselse derby waarin het 20 minuten wachten was op een eerste echte kans die de moeite is en die meteen tot een verrassende voorsprong leidt. Anderlecht laat te makkelijk scoren, maar dat zal bij jaren zorg zijn. Anderlecht reageert. Eerst via Toloba. Daarna met De Loze, waar de thuisploeg kan rekenen op een alerte Willems. Op het half uur dan toch is het betere werk van Paarswit. Thornton besluit net naast. En even later recupereert Van Wijnsbergen de bal. Kan ze Jacobs bedienen, die gecontroleerd en beheerst voor de opluchtende 1-1 zorgt. Lang duurt de opluchting niet voor Anderlecht. Een poging van Bijaar lukt niet, maar Gijsbrecht is goed gevolgd en kan White Star in vervoering brengen. De thuisploeg leidt met 2-1 bij de rust. Ook na de pauze blijft White Star aanvankelijk het meeste initiatief aan de dag leggen. De zeer actieve Bijaar probeert Odeurs die redt. Anderlecht reageert, monopoliseert de bal en begint kansen te creëren. Lore Jacobs komt dicht bij de gelijkmaker. De bal wordt van de lijn gekeerd. Lara De Loze probeert het van op afstand. Het schot is te zwak. Net als de uithaal van Lore Jacobs. Het is niet slecht allemaal, maar echt dreigen, dat doet Anderlecht ook weer niet. Een vrije trap van Vatafu van op een leuke plaats is knap getrapt, maar Willems heeft een topdag en houdt haar ploeg in een stuntpositie. Het is niet dat Anderlecht niet probeert, integendeel. Maar de troepen van Dave Matthäus stuiten keer op Willems die onverzettelijk is. White Star houdt stand en doet wat het 2 jaar geleden ook al eens deed. Toen op het veld van Anderlecht, nu thuis, het wint en zorgt voor de stunt. Bah, c'est une coach fière, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui on prend les 3 points et c'est vraiment, je suis vraiment contente pour l'équipe parce que c'est des joueuses qui travaillent énormément, qui savent que elles sont peut-être au niveau qualité inférieur à Anderlecht, mais elles ont beaucoup de courage et aujourd'hui elles l'ont fait avec un grand cœur et une grande envie. Paarswitte donderpreek na de match en niet onterecht, want dit moest vroeg of laat gebeuren. Bah, ça fait déjà quelques matchs où on prend des goals facilement, mais qu'on arrive à retourner la situation. Et à chaque fois, il nous prévenait qu'un jour, on n'y arriverait peut-être pas. Et c'est aujourd'hui que c'est arrivé, mais que ça doit être une bonne leçon à apprendre pour les playoffs. OH Leuven wilde met het oog op de start van de play-offs geen onnodig puntenverlies leiden tegen Eendracht Aalst. En dat laten ze meteen ook blijken. Na zwak verdedigen van Aalst kan de truier na amper 3 minuten spelen de bal al binnen tikken. Een droomstart voor OHL. Daarna staat Aalst toch even pal tegen de competitieleider. Pas 35 minuten later raakt OHL nog eens voorbij het lage blok van de bezoekers. Via de voet van Janssens verdubbelen ze de score tot 2-0. OH Leuven groeit in de wedstrijd. Het speelt vinniger en het tempo gaat omhoog. De thuisploeg speelt mooi combinatievoetbal. De truier maakt haar 2e doelpunt van de partij en het staat 3-0 5 minuten voor de rust. Met nog 1 minuut te spelen loopt het bij een hoekschop helemaal mis voor Aalst. Engelen duwt de bal weg, maar die kaatst via Kranshoff terug in doel. En zo gaat OHL met een comfortabele 4-0 voorsprong de rust in. Ook na de pauze duwt OHL het gaspedaal helemaal in. Na amper 12 minuten maakt Janssens er met haar 2e doelpunt in deze match 5-0 van. Het wordt pijnlijk voor Aalst. Het is ondertussen volledig in richtingsverkeer in Oud-Heverlee. Eurlings doet ook haar duit in het zakje. Met wat geluk, want Engelen redt en lost 6-0. Zowel op techniek als op snelheid wordt Aalst afgetroefd. De bezoekers hebben hun handen vol met alle aanvallen van Leuven. Uiteindelijk maakt Lamer er nog 7-0 van en toont OH Leuven zich helemaal klaar voor play-off 1. Ik denk dat we vooral slordig waren. Iedereen een beetje dat de passen niet lukte, dat we normaal altijd perfect kunnen spelen. Maar ik denk als je dan wel 4 keer scoort in de eerste helft, dat je het dan wel afmaakt. Allee, dat je het dan wel doet. En dat we dan de tweede helft wel bewezen dat we dat wel kunnen. En dat we dan de slordigheid hebben omgezet door mooie tiki-taka voetbal. We hadden gewoon gehoopt dat we heel lang de 0-0 konden houden. Dan had ik had gelezen dat dan OHL toch een beetje zenuwachtiger wordt. Maar na 3 minuten staan we alleen 1-0 achter en dan zie je het wel bij sommige speelsters al van oh shit, het is niet gelukt.
En nou, dat krabt toch wel een beetje in de kleren. Die automatismen zijn er misschien nog niet helemaal. De laatste weken hebben we ook altijd alleen nooit met dezelfde ploeg kunnen spelen. Ik denk dat vandaag de eerste keer is dat iedereen fit is. Dus ja, we werken verder en hopen dat we in die play-offs toch dat we dan kunnen pieken. Na 0-6 moest Genk op bezoek bij Club YLA. Blauw-zwart had vertrouwen na 3 overwinningen op rij en start heel gretig. Genk staat gekend om hun hoge pressing en dat loont. Wielox komt oog in oog met Covent, dat heeft ze wel eens beter gedaan. Het gaat goed op en neer en de kansen worden groter. Guns lift de bal over de verdediging tot bij Ouzraoui en zij trapt de 1-0 voorbij Van Zeist. Bij Genk appelleren ze voor buitenspel, maar Laurensen is niet mee opgeschoven met haar verdediging. Geen offside dus. Topschutter Van Mechelen is op zoek naar haar 20ste doelpunt dit seizoen. Van Zeist redt haar vrije trap knap. De afvallende bal is voor Van Geluwe. Haar poging wijkt af en wordt zo nog gevaarlijk. Van Zeist redt in 2 keer. Genk komt na de rust heel scherp uit de kleedkamer. Van Aanrode met een goede voorzet tot bij Duisters. Covent komt nog, maar de bal gaat via Abrahamson binnen. De bezoekers groeien in de wedstrijd. Laurensen legt achteruit tot bij Van Zijer. Haar schot komt bij de ingevallen Petri, maar zij kan niet afdrukken. Ik kreeg de eerste 10 minuutjes, wonnen we de tweede bal niet. En ik heb erop gehamerd en de Rus ook. Kijk, je moet altijd die tweede bal winnen. En als je die wint, dan kun je Brugge pijn doen, omdat zij achterin veel met 6 mensen bleven hangen soms. En lag heel ruim op het middenveld. En de tweede bal wonnen we, plus het meer kantelen. Bal uithalen, andere kant. Geef heel veel ruimtes. Dat wordt beter gedaan dan de eerste helft. Ik denk dat daar het verschil lag. Wiley wordt overklast en kan de bal niet meer bijhouden. Van Aanrode tot bij Petri, goede controle en trap. Covent gaat goed plat. Van Aanrode is erg bedrijvig. Goeie pas naar Petri en die pakt uit met een schitterende lop een verdiende voorsprong voor Racing Genk. Net voor afluiten toch nog eens Club. Lange bal van Van Geluwe. Ouzraoui is scherper dan Laurensen en Van Zeist en prikt met een kattenpoot de gelijkmaker tegen de netten. Genk blijft na een schitterende tweede helft achter met 1-9. Club pakt een gevleid punt. Ik denk dat als je kijkt naar het totale wedstrijdbeeld, dat je in de eerste helft met een verdiende voorsprong wel rustig gaat, gezien de gecreëerde kansen. En misschien dat er wel een dubbele voorsprong wel te rechtvaardigen valt. Maar in de tweede helft hebben we ook het spel moeten ondergaan. Waardoor je kunt zeggen, kijk, 1 helft voor ons, 1 helft voor hen. En dan is het gelijkspel zeker en vast billig, zo het kunnen omschrijven. Maar goed, we kwamen er niet meer aan te pas in de tweede helft. En dat is toch iets dat mij bijzonder hard gestoord heeft. Vooral omdat het dan... een kwestie is van voorstaan aan de rust en dan zou dat toch energie moeten geven om zoiets te kunnen vasthouden en dat gebeurt dan niet. Dus op zich zijn we wel gelukkig met het feit dat we op het einde nog die 2-2 uit de brand slepen, ja. Voor Stoudaar waren alleen de 3 punten goed genoeg, maar Mechelen kan terugvallen op een sterke organisatie en hoopte misschien wel op een punt in Luik. Op de vrije trap van Noemi Gelders zit een alerte Silke Bakkarne in de juiste hoek. Als Stoudaar de druk vooraan opvoert, staat Gelders plots oog in oog met Bakkarne, die in hoekschop werkt. Die hoekschop mag Marinucci moederziel alleen binnenknikkeren. Zo staat Stoudaar na 10 minuten vlotjes op voorsprong. Het gaat dan lange tijd gelijk op. Mechelen met de combinatie in de omschakeling. Rakelboom plaatst maar net de bal voorlangs. De rust is al in zicht als een solide defensie van de bezoekers zich toch op een foutje laat betrappen. Zo'n cadeau moet je Gelders niet geven. De 2-0 voorsprong voor de Rouchettes is een feit. Mechelen is even van slag. Van Einde krijgt veel te veel ruimte voor de voorzet. En in tweede instantie maakt Merkelbach er 3-0 van. Mechelen is toe aan rust en bezinning. De 3-0 heeft de wedstrijd geen goed gedaan. Beide ploegen starten de tweede helft slap en creëren weinig kansen. Stoudaar is wel de gevaarlijkste ploeg. Al had de bal van Gelders altijd tussen de palen gemoeten. De wedstrijd bloeddood en dan valt Gelders ook nog uit nadat Hellings haar in het gezicht trapt. We zitten al in de slotfase als invalster Adeyemi de bal op het hoofd van Merkelbach schildert, maar zonder resultaat. Ook de laatste kans is nog voor de thuisploeg via Cordier. Het blijft 3-0 en zo wint Stoudaar vlot, ondanks een zwakke tweede helft.
Ik denk dat we een beetje de match uit handen hebben gegeven. Ook al misschien met gedacht van we staan 3-0 voor. Het zou wel een makkie zijn, maar dat in de tweede helft was totaal niet. We wisten al op voorhand dat Mechelen een heel goed blok had gezet, ook tegen OHL. We hebben de beelden heel gekeken. We hebben er toch proberen door te komen en ik denk dat het in de eerste helft goed gelukt is. De tweede helft was iets minder, maar kijk, we pakken de 3 punten. Mechelen kent een off-day die het heel snel wil vergeten. We waren er gewoon niet vandaag op heel veel verschillende vlakken. Desondanks dat de Grinta wel probeerde te tonen, zoals dat gezegd tegen een ploeg die een beetje van hetzelfde moet hebben. Maar zowel in balbezit als in balverlies waren gewoon de keuzes niet goed, het oppikken niet goed. Het kwam er gewoon niet uit vandaag. En teleurstelling is op dat vlak het grote sleutelwoord van vandaag. Met Zulte Waregem Charleroi kregen we al een voorproefje van play-off 2. En het is de thuisploeg die goed start. Ben Lazar zet voor. Van Gorp haalt uit, heel fraai, maar op de lat. Zulte Waregem wil de klus snel klaren en trekt het laken meteen naar zich toe. Amper een minuutje later zijn ze daar weer. Delvo redde kopbal van den Abele. Goeie kopbal, knappe save. We zitten nog in de eerste 10 minuten als we alweer een kans krijgen voor de thuisploeg. Een prima aanval, maar Serek kan nog net de meubelen redden voor Charleroi. Zulte Waregem dringt aan, maar vindt voorlopig maar geen voorsprong. Daarna dommen de West-Vlamingen wat in en komt een einde aan een scherpe start. Laatste momentje uit de eerste helft is nog voor Charleroi. Camille Serret kopt naast. Uit de herhaling blijkt dat ze buiten spel stond. Het blijft 0-0. Het is speuren naar kansen in de tweede helft. Op het uur dan de vrije trap van Pre, maar de kopbal van Van Gorp is niet goed gekadreerd. Dan toch nog eens Charleroi. Helemaal niet slecht in de organisatie, maar hier in de aanval. Voorzet Duterne, de kopbal van de ingevallen Romain Jadoul gaat naast. Charleroi is offensief gewoon te onmondig. Maar ook Zulte Waregem speelt in de tweede helft niet veel meer klaar tot een geweldige ingeving van Elke van Gorp. Dat kan ze natuurlijk en ze lepelt een enig mooi over Delvo in doel 1-0. Knappe uithaal van Elke van Gorp en zo komt Zulte Waregem verdiend op voorsprong. Ik denk dat we het eerste kwartier eigenlijk al 1 of 2 om te voorstaan en dat dan een hele andere wedstrijd wordt. Maar dat kunnen we niet waarmaken. Ik ben heel blij dat de tweede helft aan dat doelpunt toch valt en dat we toch die overwinning naar onze kant kunnen slepen. Want Charleroi kan daar niets meer tegenover zetten. De thuisploeg komt nog 2 keer dicht bij de 2-0. Maar zowel Lefebvre als De Wilde stuiten op Delvaux. De Zebrettes kunnen geen vervolg breien aan de stuntzeger tegen Genk en ze verliezen met 1-0 van Zulte Waregem. Pour se créer du danger, il faut déjà maîtriser. Il faut maîtriser le ballon, il faut être capable d'enchaîner, il faut être capable d'aller mettre de la percussion. Et aujourd'hui, on joue sur le même rythme. Quand même, quand on a récupéré un ballon, on n'arrive pas à faire la contre-attaque. On joue la contre-attaque au même rythme qu'on doit le récupérer. Quoi. Et à ce moment-là, on ne peut pas être dangereux. Bij Zulte Waregem zijn ze natuurlijk blij met de zege, maar zitten ze ook wel al met de halve finale van de beker in hun hoofd. Ik denk dat we daar niet aan ozel moeten over doen. Die halve finale staat met stipt uit voor ons. Het is een heel belangrijke wedstrijd. Gaan we ook wel er proberen voor zorgen dat we die wedstrijd scherp en goed zijn. En vandaag en volgende week zijn daar eigenlijk 2 wedstrijden voor om ons scherp te krijgen. SCV wint maar niet van Charleroi. Oud-Heverlee Leuven haalt zwaar uit tegen Aalst. Standaar heeft geen moeite met KV Mechelen. Club en Genk delen de punten en Anderlecht verliest bij White Star. In de rangschikking loopt OH Leuven verder uit, klimt Standaard naar plaats 3. Vergeet Club YLA Genk bij te benen en kan White Star misschien nog wel een gooi doen naar de topplaats in play-off 2. Volgend weekend sluiten we de reguliere competitie af en zijn we live in Charleroi Club YLA. Van de andere 4 minstens even interessante matchen krijgt u een verslag volgende maandag. Tot dan!